Dames en heren, normaal zouden we 10 minuten hebben, maar ze zijn het allemaal eens, dus heel veel debat zit er daar niet in. Maar ik ga u natuurlijk wel een aantal vragen toestaan. Maar als u eventjes naar voren komt, want anders dan ben ik makkelijk de laptop. Ja, wat is uw naam? Mijn naam is Ruud Dirksen, schrijver van het boek Had ik een paar geweten over moderne dementiezorg thuis en ontwikkelaar van die verplaatsbare mantelzorgwoning die net al eventjes viel. Wat volgens mij voor heel veel mensen van belang is, niet zozeer worden al die woningen levensloop geschikt, maar op welke plek staat een woning? In Singapore is de hoogste urgentie die je kan krijgen, is mantelzorg. Dat je kan zorgen dat familieleden naast elkaar kunnen wonen. In Nederland hebben we daar geen enkele regelgeving over. In Japan ook. Terwijl je daarmee echt heel veel mantelzorgers overlast en heel veel mensen met dementie kwaliteit van leven laat toenemen. Dus wat is het appel eigenlijk? Nou, zijn de partijen die hier zitten, zijn die bereid om dat type maatregelen te nemen? Tweede is, als het gaat over die verplaatsbare mantelzorgwoning, is er juist helaas een heel waterig compromis tussen PvdA en CDA gesloten. Er was een kamermeerderheid voor om dat helemaal vergunningvrij te maken. CDA hoorde daartoe, maar heeft, omdat de PvdA vond dat een gemeente de laatste klap op moet geven, gezegd van nee, we gaan het op de kruimelenlijst voor bouwvergunningen, waarin je alle bouwprocedures krijgt, et cetera. En wij staan met honderden families in contact als leverancier ervan, die gewoon zeggen wij willen dit, en waar je nog steeds ziet jaren procedures in plaats van weken. En de tijd is ja, belangrijk. Ja, vanuit de kabinetscrisis zien we onder nieuwe kansen. CDA, Partij van de Arbeid. Ja, nee, maar daarom. Wat heeft u daar vandaan? Nee, de PvdA was in dit geval de echte belemmerende factor, dat klopt. Nee, maar dat klopt. Wij durfden volledig los te laten de Partij van de Arbeid niet. En dat heeft uiteindelijk tot een compromis geleid. Wat er uiteindelijk nog niet is gekomen door de val van het kabinet. Dus nieuwe rol, nieuwe kansen, en wij gaan voor volledige vrijheid. Ja. Oké, dat is duidelijk CDA. Wat zegt de Partij van de Arbeid? Ja, hij zal ongetwijfeld gelijk hebben, dus dan geloof ik dat, wat moet je dan op zich draaien mag ook niet, dus... Vanuit het debatperspectief denk ik dat u zeker mag draaien, als u het maar goed onderbouwt. Dat zeggen ze altijd in het begin, maar aan het eind kom je daar nooit goed mee weg. Ja, maar ik ben geen journalist, hè. Ja. Maar goed. Nee, dus ik zal gewoon, ik zal die goede nota van nemen. Maar maar SP wilde nog even over het andere, het eerste punt van meneer, zei van we moeten misschien de prioriteit overleggen op andere plekken, namelijk de noodzaak dat mensen ook naast elkaar zouden kunnen wonen. En u had die toevoeging, het is niet alleen in Singapore, in Japan kan dat ook al. Hoe gaat het in Nederland dan? Nou, ik ben er heel erg voor dat we mantelzorgers gaan ondersteunen. Daar hebben wij ook veel plannen voor opgenomen. Ik ben overigens wat minder, ik zit een beetje in het midden tussen CDA en PvdA hier. Als het gaat over die mantelzorgwoningen, want wat ik heb meegekregen in de Kamer, is juist dat Bussemaker ons heeft beloofd dat voor de zomer zij een lijst opsomming heeft van wat zijn de problemen bij gemeenten en dat ze dat dan gaat oplossen. Dus volgens mij is die tegenstelling hier niet zo groot. Volgens mij zijn we kamerbreed hier. Ja, u bent niet bij alle debatten, mevrouw Verbeet, maar ik vond dit wel heel sterk aangezet, want het is eigenlijk heel de Kamer geweest die heeft gezegd, ruim die regels nou op. Ik heb contact met een gezin. Ze hebben een mantelzorgwoning gebouwd waar zij nu zelf in wonen, omdat hun huis beter geschikt is voor de ouders. En dan zegt de gemeente, ja, maar dat mag niet, want u heeft gebouwd voor. Ja. Nou ja, en dan denk je echt, waar gaat het toch over? Dus dat moet natuurlijk gewoon opgelost worden. En ons is beloofd, allemaal, en daar moeten we gewoon goed controleren, dat het voor de zomer opgelost is. Ik kan me nog herinneren dat dus, is er... Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar... Oh nee, dat is het geval, mevrouw. Nee, maar dat je natuurlijk heel goed op woningruil kan doen. De periode dat mijn grootouders bij mijn ouders gingen wonen, gingen mijn broer en ik in het huis van mijn grootouders. Dat vonden wij eerlijk gezegd een hoop vrijheid bieden. Dat soort dingen zou natuurlijk ook soepeler in kunnen worden. Dus ik ben wel erg voor om het met weinig regels, maar vooral praktisch op te lossen. Oké. Ik ga nog even richting de zaal. Zijn er mensen die zeggen, nou, we kunnen niet naar de borrel voordat ik toch nog even deze spreekwoordelijke duit in het zakje heb gedaan? Over. Ja, prima. Mevrouw. Nou, ik wou eigenlijk alleen maar melden dat morgen wordt in Nieuwpoort wordt de zilverbouwwijzer aangeboden aan Al Klink. In Nieuwsport? Ja. Hoe laat? Dat kan ik u zo zeggen. Ik weet even opzoeken. Maar de bol komt goed, ja. Mijn telefoon die nu uitstaat namelijk. Maar die is gemaakt door TNO in samenwerking met Vita Valley. En ik denk dat dat een heel bruikbaar instrument is, zeg maar, om aan veel woningbouwverenigingen te geven, zodat zij rekening mee kunnen houden. Okay. Morgen, Nieuwsport. En hoe laat, dat gaan we zo meteen tijdens de morgen. Ik geloof een kwart voor vier of zo. Oké. Ja.
even kijken hoe ik dat ga doen. Ik denk dat het handigste is, ik heb hier volgens mij de meeste ruimte. Dat gaat lukken hoor. Ik stap gewoon over tasjes heen. Ja, mevrouw. Ik ben Mirra van Hoor, Alzheimer Centrum Nijmegen. Ik denk, we hebben een bepaalde hoeveelheid geld te besteden. We kunnen niet zeggen dat we alles kunnen doen. En het is toch ook een beetje een keuze tussen stenen en zorg. En waar ik heel erg voor ben, we hadden het net over onderzoek en er is geen behandeling mogelijk. Er is wel degelijk, er is geen genezing mogelijk, maar er is een heleboel behandeling mogelijk om de kwaliteit van leven beter te maken. Er zijn hele goede programma's om huisartsen te scholen, die zijn ook al effectief. We hebben programma's om huisartsen samenwerken met nurse practitioners. Laten we eens beginnen met te implementeren wat we al hebben. En er is een heleboel wat we hebben en het is ook belangrijk onderzoek om onderzoek te doen naar de effecten van de zorg. En we hebben een heleboel positieve effecten gevonden. En als we keuzes moeten maken, dan lijkt me dat een goed begin te doen. En daar mag inderdaad op de kort worden.